Het is onze laatste dag hier in Spanje. Ik sta hier nu klaar. Hey, Julleke, tada! Flink zijn hier, hè? Jeno en Jules die blijven hier in de vakantiewoning. Mijn mama, Jan en ik, wij gaan erop uit. Hier vlakbij is er een dorpje dat helemaal bekend staat om zijn keramiek. Totana genaamd. En daar gaan we nog eventjes snel nog gaan eigenlijk kijken. En ook nog iets aankopen misschien, hè, mama? Ja, wie weet. Ja, wie weet. En hoortjes fris drinken en kijken. Ja. Op een 20-tal minuutjes rijden vanuit de Mazarón heb je Totan. Is het Totan, Jan? Totan. Totan, ja. Heb je dus Totan. En Totan staat dus bekend om zijn hele mooie keramiek. Blijkbaar zou er bijna op elke hoek van dus eigenlijk alle Totana, straten... Totana. Blijkbaar zou er op elke hoek van elke straat bijna wel iets van eigenlijk te vinden zijn qua keramiek. Al is het een straatnaambordje, een huisnummerobordje met allemaal dat eigenlijk allemaal ja, gemaakt is dus uit dus eigenlijk keramiek. En ik had heel graag nog graag 3 hele mooie Spaanse keramiekpotten voor aan de muur te hangen thuis. En dacht, we gaan dat nu nog even snel halen voordat we terug opnieuw naar huis gaan natuurlijk. En ik ben ook wel eigenlijk heel benieuwd ook wel om Totana eens een keertje te zien. Het is natuurlijk een hele mooie kern in Spanje waar het dus ja, keramiek wordt eigenlijk gemaakt. Dus dat vind ik zelf ook heel erg super mooi eigenlijk. Ik vind echt heel mooi de Spaanse keramiek. Ik heb daar ook al heel wat van thuis. Onder andere ook al borden en kommetjes en fruitmandjes. En al die dingetjes en zo. En ook al trouwens ook hij bloempotten van hij de vorige keer dat we in Spanje waren. Maar ja, ik miste zo toch echt nog boven op ons privéterrasje nog eigenlijk 3 mooie bloempotten. Die gaan we dus nu even gaan zien of we die hier eigenlijk kunnen vinden. Hier, kijk. Keramica. Iris. Hier gaan we een keertje gaan kijken. Your destination. We wouden eigenlijk eerst gaan in het centrum. Daar heb je ook heel veel echt zo keramiekbakkerijtjes en zo. Ook echt, eigenlijk, ja, we hebben er 3 geprobeerd. Maar er is momenteel een markt rondom de Rambla. En al die winkeltjes zijn ook gevestigd. Of ja, al die fabrieken zijn dus ook gevestigd. Dus ook rondom dus de Rambla. Dat zorgt er dus voor dat we dus eigenlijk ja, niet meer door konden. Dus we zijn nu eventjes een beetje daarvan afgeweken. En hier zijn we dan. We hebben nu toch een keramiekwinkel gevonden. Amai, het is warm. Tot vandaag tot 47 graden hier in de omgeving. Dus lekker weer hier. Oké, Jeno en Jules die zijn er hier toch bij, oma. Ja, mooi, hè? Ja. Die wouden vandaag graag eventjes eigenlijk rusten en thuis blijven. Maar ze zijn er gewoon hier. Hier hebben ze heel wat potten. Voor ook echt bijna geen geld. Als je dat bij ons zou aankopen, zou je veel meer geld kwijt zijn. Maar ze hebben niet hetgeen wat ik zoek. Dus ik zoek eigenlijk zo muurpotjes met heel veel kleurtjes. Maar dat is dus niet hier. Dus we gaan eventjes verder nog voor nog een volgende keramiekwinkel. Dat is eigenlijk ook wel het handige hier. Je hebt er hier zoveel verschillende. Dus eigenlijk, ik kan gewoon eventjes gaan bij nog een keer. Ja. De volgende, hè. Kijk eens hier, wat een mooie fabriek. Kijk, zo stonden vroeger de oude vrouwtjes hier aan het water, hè. Ik kwam hier water halen. Het is wel grappig om het zo te zien. Het is echt zoals vroeger, hè. En hier heb je dan nu ook nog een keer een nieuwe keramiekwinkel. Kijk, in deze oven maken ze keramiek. Grappig, hè, zo'n grotje. Ja, maar. Leuk, hè. Horno. Hier zie je waar dat ze het maken, zie. De fabriek van de keramiek. Grappig, hè. Ze zijn een vorm maken. Ja, maar deze vorm maken ze, kijk. Leuk, hè. Ik denk niet dat dat heeft te doen is dat we hier rondlopen, mama. Wat moet ik zeggen? Ze hebben hier potten. Heel veel potten. Heel veel keramiek. Maar niet hetgeen wat ik zoek, hè. Helaas. Ja, jongens. Mijn zoektocht naar een mooie keramieke pot. Voor aan de muur te hangen dan trouwens. En dan nog heel erg veel leuke kleurtjes. Het is precies nog een vrij moeilijke zoektocht hier in Spanje. We hebben al 4 verschillende winkels al gedaan. En de winkels sturen ons elke keer wel naar andere winkels. Waar dat ze het ook zouden hebben. Nu net waren we hier in deze winkel. Die zeiden dan weer aan nog een keer, dan een keer, dan een keer een andere winkel. Ze hebben nu nog geen onderweg. Hier hebben ze wel een beetje wat ik zoek. Maar dat is wel niet echt als een muurpot, maar wel heel mooi zo. Dus kijk, ik ga zien of ik het hier wel kan vinden. Het is wel heel mooi. Kijk eens hier. Wie zoekt, die vindt. Kijk eens, wat een mooie potten. Hey. Goed, hè? Kijk ook. Een volhouder wint, zeggen ze. Ja. We
verschillende bloempotten gekocht voor ons in België. Mijn mama en Jan die nemen die mee in een auto richting België. Dus we kunnen ze volgend jaar wel maar pas ophangen. Maar kijk, zie, dat is niet zo erg. Ik ben er heel blij mee. En ik vind het ook wel fijn om zoiets te kunnen aankopen. Lokaal natuurlijk. En het was ook wel echt wel een pareltje om het hier te gaan bekijken. Om deze keramiekwinkel, deze keramiekstad eigenlijk. Het is hier echt heel mooi. Nu terug richting de Finca. 20 minuutjes rijden. Even nog wat genieten van hoe we eigenlijk hier nog de airco. En dan springen we eventjes snel nog in het zwembad, denk ik. Nog lunchen. Alles inpakken. En dan gaan met die banaan richting de luchthaven, helaas. Alweer. We zijn weer terug in de Finca. En ik heb het daar net al gezegd. We gaan nog eventjes nog gaan zwemmen. Ik weet niet of we nu trouwens de bal van Jules meenemen, wat die nog die al heeft. Of ja, die heeft hier een beetje het speelgoed opgeruimd. Ik zie niet echt op het eerste zicht een bal, dus misschien hebben ze de bal wel al mee. We gaan dus nog een laatste keertje hier zwemmen. Hier in de vakantiewoning. Voordat we dadelijk terug gaan nog naar de luchthaven. Ik moet zeggen, ik kijk er wel naar uit. Een beetje verfrissing. Mijn mannen zijn er net ook al erin gedoken hier. Hebben jullie hier de bal al? Papa, heb jij hier de bal? Papa, heb jij hier de bal? De bal? Welke bal? Van Jules, de Peppa Pig bal. Oei, waar heeft Jules die nu gelaten? Ergens in het huisje, denk ik. Ah. Beetje verstopt. Ja. Hey, u zit daar alweer mooi weer mooi hier te dopperen, jongen. Ja, hè? Mondje boven, hè? Ja. Goed zwemmen, hè? Mondje boven, oude Jules. Mondje dicht, mondje boven. Blub, blub, blub. Nee, niet blub, blub, blub. Drijven. Kom, kleine waterrat. De boel wordt hier weer bijeengepakt. Net zoals bij onze heenreis gaan we terug met maar enkel een rugzak. Maar we hebben veel meer mee. Ja, we hebben wat meer. Geweest. Ja, we hebben geshopt. En je hebt nog altijd geen shoplog gedaan. Nee. Het is al voor thuis. Je hebt het wel mee. Dus, Ja, het is wel mee naar huis. Maar in ieder geval, dus ja, we gaan dus nu ook weer met een iets zwaardere rugzak terugkeren. Er zit gelukkig geen limitatie op, want anders hadden we wel een probleem. Eigenlijk is de regel wel dat je hem onder de stoel voor jou moet kunnen schuiven. Maar dat is tot nu eigenlijk altijd al geen enkel probleem geweest. Dat lukt ook eigenlijk. Dus voilà, kijk, we zijn er weer klaar voor om weer terug te keren. Hè. We moeten nu ongeveer 1.5 uur rijden naar de luchthaven van Alicante vanaf hier. En dan... zit het er alweer op, dan vliegen we alweer terug naar huis, maar we hebben er wel enorm van genoten. Maar ik zei het gisteren ook al, het is hier warm. Ik zou het er niet zo lang kunnen uithouden als de mama van Jolien die hier voor zo lang zit. Of de stiefpapa ook niet. Hij zit hier voor in totaal ongeveer 2.5 maanden. Ja, 3 zelfs. Zo'n temperatuur, dat is leuk, maar niet voor heel lang. Ik vond het vervelend dat ik zo een keer niet even kon acclimatiseren of even gewoon kon tot rust komen. Zo. Dat was moeilijk. Maar dat is het enigste nadeel. Voor de rest mogen we daar eigenlijk ook niet over klagen. Het is mooi weer hier in Spanje. En ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Hè. Off we go! Yes! Oké! We zijn aangekomen bij de luchthaven. We staan geparkeerd. En nu gaan we richting onze douanecontrole. Hopelijk gaat dat vlot, want we zijn nog maar 1 uur voor vertrek. Ze zijn het vliegtuig misschien al aan boord. Ik weet niet hoe rap dan ze dat doen. En dan kunnen we de terugrit en vliegen erin gaan maken. Hè. Ga je wel missen ze mami. Het is maar van korte duur, hè. Het afscheid. Je mama ja. Komt ook nog eens terug over, naar België. Over een dikke week staat mijn mama weer terug in België. Maar nee, jij moet Bouwer gaan ophalen in Charleroi. Ja. Maar Jan die gaat hier flink blijven. Onze Spanjaard gaat hier blijven voor naar de hondjes nog te verzorgen. Dag mama, ik ga je ontmoeten. Dag schatje. Dankjewel voor de leuke vakantie. Zo wil ook een knuffeltje, zegt hij. Moeten we maar even uithalen dan. We gaan nog erop knuffelen. Jo, niks er was. Jij ook, hè. Ja, zo leuk. Dus even met mijn auto draaien. Ja, zo leuk. Bedankt ook voor de veel sterkte. Veel sterkte. Zie je ons morgen nu weg. Ja. Dag Jolke. Dag Jolke. Oma opa is al duidelijk op oma opa. En nog een knuffel. En nog een cracker aan oma.
Ik heb nog een knuffel ook van oma, maar ja, we moeten hem hier thuis toch uithalen. We moeten hem hier uithalen, dus het maakt toch niet uit of we hem hier nu eruit halen. Mag me niet mee door. Je zegt juist dat als we dat wel doen. Jawel, maar je mag niet hier mee door. Dan moeten we hem daarna weer terug inzetten. Heb je nog eten? Zullen ik een krek eten? Als we hem erin steken. Nog een? Oké. Oma, zal ik eens, hè? Een stukje, hè? Ja, jongen. Zal ik eens. Bedankt voor het leuke verblijf ook. We hebben pichjes even. En we zien elkaar snel weer, hè? Ja. Even knuffel nog aan. Geniet er nog van de Spaanse zon. Wij gaan weer wat frisseren. Oei, oei. Oei, oei, oma, knuffeltje. Oma is daar. Daar is oma. Geef toch maar een knuffel. Kom maar. Een knuffel. Oh. Oma gaat hier blijven, hè. Jij gaat weg zonder oma, hè. Oktober, hè. Bagagecontrole ging enorm snel. Amai. Hè? Ja. Er stond niemand voor ons, we waren gewoon meteen aan de beurt. Het was toen eigenlijk in Canada, toen ging dat ook zo snel. Toen mocht het tijdens rust een beetje traag gaan, toen ook zo snel. Maar nu mocht het wel snel gaan, maar wel de duidelijkheid. Ja. Het is precies laag seizoen, terwijl we in het midden van het hoogseizoen zijn. Het is dat er hier niemand wil vertrekken, hè? Hier vanuit Alicante naar andere landen. C45, daar zou onze gate moeten zijn. We vliegen met Vueling. Dat is een Spaanse maatschappij. Zij gaan ervoor zorgen dat wij veilig en wel naar Nederland gaan. Naar Amsterdam gaan, ja. Daar gaan we naartoe nu. We zitten in het vliegtuig. En wie zit er bij jou? Hey. Met de Peppa en George bij jou. Mijn vriendjes van jou? Ja. Doe eens in een keer. Dit is Peppa. Dit is George. Waar is George? Dit is George. Waar is George? Hier. Is en waar is Peppa? Deze is Peppa. Ja. Leuk, hè? Ah, geef ze een beetje knuffel. Die gaan mee in het vliegtuig, hè? Er staat veel ruimte in het vliegtuig, hè? Toch? Er staat veel ruimte. Er zijn nog veel lege stoelen in het plaats. Dat voor in het hoogste zit. Ja. Dus niet zo erg. Jij moet niet vliegen, hè? Zijn de passagiers. Je moet genieten van de vlucht. Nee, vliegen. Enjoy. Sit back and enjoy your flight. Sit back, relax and enjoy your flight. Mooi zo. Er wordt niet geklapt, het is hier veel te koud. Het is er één persoon. Meestal klappen alleen als ze aankomen op bestemming. Vakantiebestemming. Ja. Wat is er nu? We zijn al geland, maar we moeten wachten en we worden per hele kleine groepjes af eigenlijk het vliegtuig geëvacueerd voor iets. We leggen niet goed uit wat, maar we moeten wachten. Ja. Ik denk dat mijn tas. Zal ik even kijken? Mochten wij er eigenlijk al uit? Nee. Waarom niet? Zo, we zijn aangekomen. Ik weet niet wat het precies allemaal waard was. We werden geëvacueerd. Zo, zit je zo goed? Ja, hij wil hierin zitten. Dat heb je flink gedaan, hè? Ja, heel flink. De buggies die worden pas op de bagageband gelegd. Ja. En we zagen daar net doorheen nog eigenlijk het raampje dat er daar de octopus van Jules los ligt. Dus ik ben benieuwd. Ja, hopelijk is dat allemaal goed. Ja. We hebben de buggy meegekregen. We zijn naar de uitgang gegaan. De papa van Jolien die was ons daar aan het opwachten. En hij brengt ons ook nu naar huis. Het is donker aan het worden. Het is donker geworden. Heel snel hier ook. Ja, heel snel. Eigenlijk is het alweer 11:15. Ja. De tijd gaat snel, hè? Ja, heel snel. Het was een hele leuke, volle dag. We hebben uiteindelijk toch nog een beetje van het zwembad kunnen genieten, hè? Ja, gelukkig wel. En ook nog een keer heel erg mooie potten kunnen gaan kopen. Dus het was tof. Maar we hebben de potten niet mee, hè? Nee, die liggen nog daar. Maar mama en Jan nemen die mee nog bijna een keer in de auto. Dat zal pas over een tijdje zijn. Ja, dus ik kan ze volgend jaar in de zomer dan misschien wel eigenlijk gebruiken. Ah ja, voilà. Ja, in de winter moet je die niet buiten. We zijn maar pas terug bij ons, anders eigenlijk in oktober. Dus ja. Morgen zijn we weer, nieuwe video. En dan is het weer vanuit België te doen, hè? Hasta mañana. Tot morgen.